Er bestaat vooral onder de jeugd een opvallende belangstelling voor het oude weven, zoals blijkt uit het deelnemersaantal van de jeugdweefkring van het Textielmuseum. De kinderen worden eerst vertrouwd gemaakt met de elementaire weefbeginselen en gaan dan zelf aan de slag op eenvoudige getouwen. De inslagdraden worden met een kammetje tegen elkaar geveegd en langzaam groeit het weefstuk naar het voorbeeld dat onder het getouw is aangebracht. De jeugdweefkring is in 1964 opgericht naar aanleiding van een tentoonstelling van wandkleden die geweven waren door Egyptische jongens en meisjes. De cursus duurt 3 x 9 maanden. In het laatste stadium maken de kinderen zelf de ontwerpen voor weefstukjes en kleine wandtapijtjes. Er wordt natuurlijk gewerkt onder leiding van deskundigen. En hun aanwijzingen vragen alle aandacht van de weefstertjes. De resultaten van vele malen schering en inslag manifesteren zich als kleurrijke tapijtjes, waarmee de weefstertjes en de cursusleidsters bewijzen dat met het uit de tijd geraakte weefgetouw nog heel wat fraai handwerk kan worden gemaakt.